Jan, hier zijn wij. Ik mag wel zeggen museum. Ja, de meesten zeggen dat wel, dat het een museum is. En dan komen ze kijken en dan weten ze niet wat ze zien. Nee. Ze zeggen, we kunnen lang met alles bekijken in een uur of anderhalf. En het staan er allemaal versteld van wat ik heb. Onvoorstelbaar. Ja, ja, ja. En het meeste punt toch de potten, hè? De thee- en koffiepotten. Heb ik er. Ik koop nou niet meer, ik verkoop ze nou allemaal weer. Ik heb er gehad 425. Zo. In totaal. Maar het zijn er nou misschien nog 200. En ik zie hier allemaal collectorbussen. Ja. Dus, dus ook iets van, dat je zegt van... Ja, dat zijn ook aparte dingen. Zoals oude, zoals zulke bussen ook. Die gooi je normaal nooit tegen, dus... En T7's doe ik ook in. Ja, ik zie hem. Die vallen al spontaan van het rek af. Ik zag dat mijn moeder vroeger ook in de oorlog. Met zo'n blikken onderstukje eraan. Thee erin. Echte thee. T7's, ja. Wat is het meest bijzondere waar jij hebt of haat hem? Of is dat een moeilijke vraag? Je vindt alles bijzonder. Ja, ja, ja. Wat ik het meest bijzondere ooit gekocht heb, dat is op een rommelmarkt een... gouden dames horloge met een gouden armband, 96 gram goud, voor 15 euro. Dat is nog niet zo, dat is in de eurotijd, 15 euro? 15 gulden bedoeld, dat is al 20 jaar geleden. Dus, dat was ik er bijna niet te vragen, heb je die weer verkocht? Die heb ik weer verkocht. Voor? Dan komt de belastingdienst straks. Je hebt goed verkocht? Goed verkocht, ja. Ja, ja. Maar je liet me hier net ook wat zien, want je hebt vorige week, of wanneer was dat? Nog een mooie... Een suikerpot gekocht. Mag ik hem pakken? Ja, ja. Ik doe heel voorzichtig. Een suikerpot gekocht en een kristal met zilveren stop. En dat blijkt gewoon echt zilver te zijn? Echt gemerkt zilver staan. Want daar moet je ook een beetje kijken op hem, op die merken en zo. Ja. En wat dat is, want er staan wel vaak nepmerken en zo. Dus dan... Nee, dit is echt. U ziet direct wat goed is en wat niet goed is. Ik zie direct wat op afstand al wat goed is en wat niet goed is. En dat vaste klant op bepaalde op markten. Op bepaalde markten, ja, 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 ja. Dan weten ze al van, oh. Collega's kennen me ook allemaal, dus. Ja, 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 leuk. Ik zet hem weer voorzichtig neer. Ja.